Steve, verdedigend weer een topprestatie. Dus jullie zijn aan verdedigende zijde heel tevreden, vermoed ik? Ja, verdedigend zijn we tevreden vandaag. Maar ja, we kunnen, ik had liever misschien eentje binnengelaten en twee gescoord vandaag. En die drie punten thuis gehouden vandaag. En aan wat lag het? Was het verdedigende kunde aan de andere zijde en een prachtige prestatie van een keeper van Dessel? Of is er net iets meer aan de hand? Ja, eerst en vooral denk ik dat Dessel zich geweerd heeft met de wapens die ze hadden. Ik denk dat Reggie van Akker altijd tactisch wel redelijk sterk is. Maar ik denk dat we 90% van de wedstrijd gedomineerd hebben, dat we beter waren. En ik denk het tikkeltje afwerking vandaag was misschien het belangrijkste, maar niemand die echt zijn voetje tegen de juiste bal kreeg om dat doelpuntje te maken. Er wacht al heel snel een volgende wedstrijd, namelijk woensdag al. En dan nog tegen Eupen. Hoe leeft de sfeer naar die match toe? Ik denk dat het misschien wel positief is dat we direct woensdag weer een nieuwe match hebben. En weer een stevige wedstrijd hebben. Dat we eigenlijk niet te veel gaan moeten mekkeren over deze wedstrijd. En dat we woensdag eigenlijk weer volop tegenaan kunnen gaan. En hoe hard heeft die bekerwedstrijd van afgelopen week nog gespeeld? Of was die heel snel verteerd? Nee, die was heel snel verteerd. Ik zeg, de beker was altijd iets extra. En zijn we door of niet door? Die ontgoocheling was eigenlijk op het moment misschien was wel aanwezig. Maar de dag daarna was dat al redelijk vergeten. En een pronostiekje voor woensdag? Of mag ik dat echt niet aan jou vragen? Laten we het houden op 0-1 voor ons en dat we toch die drie punten kunnen meepakken van Eupen. Met een mooie lange afstandsschool van jou? Nou, geen penalty. Laten we dat achterwege laten. Nee, laten ons spits maar scoren van woensdag, zeker voor hun vertrouwen. Oké, dankjewel. Bonne chance. Romain, on a eu des chances, mais c'était tellement difficile aujourd'hui. Pourquoi c'était tellement difficile? Je sais pas. On a les occasions pour remporter le match. Bon, c'est difficile, voilà, une équipe difficile en face, qui faisait que balancer. Nous, on essayait de produire le jeu, mais devant, malheureusement, on n'arrivait pas à marquer. Et je pense que au bout de fil des minutes, ça nous a un petit peu frustrés. Et le fait que ne jouait pas. Ça nous a un petit peu mis dedans. Bon voilà, c'est pas grave. Il reste encore des matchs, la saison elle est encore longue. On a un match mercredi. Voilà, il faudra vite se ressaisir et remporter ce match. Et le match de mercredi, c'est contre l'Eupen. C'est le plus grand match qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on pense dans l'équipe de ce match? Voilà, l'Eupen, c'est un concurrent direct. C'est une bonne équipe, il faudra remporter quoi qu'il arrive. Voilà, nous on se préoccupe que de nous, jouer, gagner, et voilà, et on verra ce qui se passera. Et comment était l'atmosphère dans l'équipe après le match, cette match d'aujourd'hui? On était un petit peu frustrés, voilà, on tenait à cœur de remporter ce match. Bon voilà, match nul, on ne l'a pas perdu. Voilà, c'est un match à oublier et vite rebondir pour Eupen mercredi. Et un petit pronostic pour mercredi? Victoire 3-0. Ok, merci bien.